Goedemorgen dames en heren, het is weer een nieuwe Gumballdag. Het is vandaag zondag en het is om precies te zijn 7:47. We gaan naar het ontbijt. Good morning and welcome to the 18th Gumball. Nou, we hebben net de briefing gehad. We gaan nu racen naar de auto's toe. We moeten nog even wat spullen pakken. Dus ik ben benieuwd of we allemaal bij tijd bij de auto komen. Want het is zwaar uitgelopen. Nou, het gaat nu echt gebeuren. We staan buiten te wachten nog steeds op een van onze teamleden. Maar we gaan straks met transport naar de grid. En dan gaat het feest echt van start. Het is niet echt heel erg mooi weer. Het regent een beetje. Nick, jongens, schiet het toch op. Dit kan niet. De hele bus zit te wachten op ons. Kijk, allemaal mensen in de bus. En we zouden om 10:00 vertrekken. Tenminste, 10:00 hadden we een persmomentje. Het hele schema is ontregeld, man. Hey, nee, ze zeggen we wachten nog op 2 mensen. Ja, nou, op jou dus. Dit vind je nog leuk? Nee. Nu wordt het leuk. Komt ie. Nou, ons busje is bijna volgeladen. De laatste komt nu binnen. Nou, we zijn backstage bij de Gumball. We gaan nu even de spullen uit de wagen halen en naar onze eigen bus brengen. En hierachter gaat allemaal gebeuren. En dat is behoorlijk druk zo te zien. Gevecht met de bagage zit alles erin en we gaan nu vertrekken. We hebben hierachter nog allemaal interviews. We hebben de press op. We hebben heel veel mensen. We gaan beginnen. Complete chaos hier. Het is super druk. Iedereen staat op de grid en iedereen wil er vandoor. Maar we moeten nog wel even wachten tot iedereen klaar is. Maar wat een feestje is dit. Deze meneer hierachter heeft zijn soort Formule 1 wagen. Zijn bandenwarmen zitten er nog omheen maken. Zo een stukje bij ons meenemen. Super gaaf. What's the story with the Formula 1 car? How's that landed on Gumball? I'm not so sure it is. But I don't need yourself. David! Hij rijdt niet eens zelf, ook jullie niet echt. Hij wordt gereden. Complete chaos hier op de Gumball Grid. Iedereen wordt helemaal wild, zelfs Frits wordt wild. Nou, en dat wil wat zeggen, jongens, want die wordt niet zo snel wild. Ja, super tof, super leuke atmosfeer hier zo. En iedereen gaat helemaal los en het publiek vindt het leuk. En wij gaan zo even een stukje rijden. Waar gaan we heen, Frits? Geen idee, man. Cool, ik ook niet. Ik moet even iets rechtzetten. David rijdt wel zelf. Hij zit alleen aan de verkeerde kant van zijn auto. Foutje, sorry. Nou, we zijn bijna aan de beurt om te gaan vertrekken. De eerste zijn nu net weggereden en wij mogen zo ook oprijden. Iedereen krijgt eventjes leuk een gesprekje met de commentator hier. Ik mag even iets vertellen over zijn auto en zijn auto. Ja, wij rijden met een Bentley en die hoor je niet. Dus dat wordt niet zo heel spannend. Maar ja, goed, we zijn ook met een Aventador en die hoor je in ieder geval wel. Nou, dan komt de Formule 1 auto. Thank you. Oh my god. We zijn zo nat geworden nu. Fuck. Goed, wat er zojuist gebeurd is. Frits had even het dak open gedaan om wat mooie opnames te maken. Maar er lag nog wat water op.
En dat komt wel eens naar binnen dan als je een beetje remt. Dus we zijn een beetje nat geworden. We gaan het zo droog maken. Ik durf niet meer hard te remmen. Nee, nou, gooi maar dicht. Ik moet me net Sinterklaas houden. Ja, echt hè. Nou, we zijn inmiddels een kilometertje of 50 verder en nog steeds staan overal langs de weg gewoon mensen die parkeren hun auto's gewoon in de berm en op de overpassen staan ze te zwaaien naar ons. Dus het is wel heel, heel leuk om mee te maken en ja, blijkbaar zijn hierin heel aardig. Ze zwaaien graag. Zou je zien dat deze niet zwaaien? Ja, die zwaaien ook. Ja hoor, mensen blijven zwaaien. Nou, het is inmiddels gaan regenen en ja, bij ons hier binnen is het lunchtijd. Dus Flint, wat gaan we allemaal eten? Ah, het ziet er super goed uit. Nou, wij gaan even eten, daarna gaan we weer verder. Kijken of we de ingang kunnen vinden. Ja, wel de eerste. Ah, het hebben we bijna gewonnen, ouwe. Nou, eerste pitstop in Belfast. We zijn een van de eerste die aangekomen zijn. De parkeerplaats is nog aardig leeg. Alleen wat publiek op de been natuurlijk om naar de auto's te kijken. En we zijn bij de loods waar de Titanic, waar de Titanic vroeger gebouwd is. Nou, we hebben lekker gegeten. Het begint hier ook al wat drukker te worden op de grid. Iedereen komt zo'n beetje binnen nu en iedereen gaat nog even snel wat eten. En ja, we gaan zo door richting de boot, richting Schotland. En tijd om weer te gaan. Ik weet niet of het een goed teken is dat hier allemaal politie staat. Maar... Ja, en zo zijn we van eerst ineens de laatste. We hebben wel een hele leuke tour door de, wat is het, Belfast gehad? Is dat Belfast? Belfast, ja. Belfast. En we gaan nu dus de boot richting Edinburgh zoeken. Maar we zitten echt helemaal achter de... Oeh. Nu rechts afslaan en daarna weer rechts afslaan. Je hoort het, we gaan rechts afslaan. Nou, we hebben de boot uiteindelijk gevonden. We staan vooraan, want ja, je weet hoe het gaat hè Jeroen? Ja. De laatste zullen de eerste zijn. Ja, zoals altijd. Ja. Story of my life. Nou, we zijn nog steeds op de boot van Ierland naar Schotland. Het is een tripje van ongeveer 2 uur en een kwartier. Nou, de rest van ons team ligt lekker te slapen en ja, wij zijn maar even naar buiten gegaan om van het fantastische uitzicht te genieten. Ik hoop dat ik snel weer in de auto zit. Yes. Ryan Geraldica. Lough Lindsay's name.
Logan? Logan. Ja, dat is moeilijk. LOCH? Team number 4. Here you go. Ja, we worden nog bekend. Nou, we gaan even de tank volgooien. We staan nog te wachten op onze wederhelft die heel ver achter ons rijdt. Op een of andere manier zijn we aardig bij hem weggereden. Dus ja, gaan we gewoon even tanken. Hey, toch wat. Maar gelukkig zijn we niet alleen, want we hebben hier wat meer gumballers staan. Dus wat dat betreft... Je denkt misschien, wat is hier aan de hand, maar we zijn niet aangehouden. Althans, nog niet. We krijgen, als het goed is, nu een politie-escorte richting het centrum, waar we onthaald gaan worden. Heel spannend. Nou, we staan nog even te wachten op de andere gumballers die met ons mee in de escorte gaan. Het is hier behoorlijk koud, dus ik hoop dat ze snel komen. Volgens mij hebben we politie in de buurt. Oh ja. Mensen die er dan ook gelijk voor gaan duiken, zo. Ik krijg nu zo wat die man zijn arm daar. Dat moet hij dan maar zelf weten. Door deze mensenmenigte maar snel naar het hotel te lopen. We hebben de bagage achtergelaten omdat we gewoon bij de auto's letterlijk er niet bij konden. Dus hopelijk is het straks wat rustiger als we terugkomen en kunnen we wel bij de auto's komen. En bij onze bagage. Heftig. Wel meteen mijn rug helemaal verdraaid is. Ja, dat knippen we eruit. Ja, nu van die posten. Ja, we zijn nu toch wel een beetje slightly underdressed, want onze spullen staan nog in de auto en dit is waar het diner gaat plaatsvinden. Wel echt super mooi. En volgens mij verwachten ze aardig wat mensen. Nou, we gaan afsluiten voor vandaag, Nick. Het was een leuke dag vandaag, we hebben lekker gegeten. Het is, om precies te zijn, is het nu... je ziet het spiegelbeeld. 0:21 en we gaan editen. Ik ben Jeroen en dit is mijn vlog. Als je gaat vlossen heb je gewoon een draadje nodig. Maar niet zomaar een draadje. Als je een heel dik draadje doet, ros je al je tandendraad. Dat wil je dus niet.